En dit vind ik echt mooi. Klein maar fijn nog steeds. Hallo, goedemorgen. Het is maandag vandaag en ik zit in een huis wat helemaal overhoop ligt. Bijvoorbeeld de vloer, die is er al half uit. En vandaag gaat de hele vloer eruit. Boven is alles al eruit en vandaag beneden. En dat is ook echt door het hele huis, dus we hebben geen idee af en toe waar we met de spullen heen moeten. Dat is eigenlijk het grootste werk, is continu de spullen verplaatsen en denken waar je het heen moet doen. Ik heb zelfs de keuken vol staan. Tada! Maar ik vind het helemaal niet erg, want ik ben heel erg blij dat we een nieuw vloer krijgen. Dus I'm happy! Het gaat vrij goed met mij. Ik heb wel af en toe nog steeds last van bekken, bloeddruk, nog wat aan de lage kant. Dus ik eet veel dropjes en zo. Maar al met al gaat het gewoon hartstikke goed. Terwijl Bart en zijn paps heel druk bezig zijn met de vloer eruit aan het drukken, ben ik ook weer even verder aan het gaan met hier alle kasten leegmaken. Voor duidelijkheid, het is dus mijn oude huis die nog weg moet. En die heb ik nog tot 2 weken. What? Het plan was dus zodra de vloer thuis af is, dan kunnen eindelijk deze spullen weer naar ons huis toe. Dus ja, dan is dit deze studio afgesloten hoofdstuk. Misschien dat ik volgende week nog even wat video's hier opneem, omdat ik dat altijd heel prettig vind in mijn opneemhoekje hier. En dat was het dan. Hier zat ik dan altijd zo op het bed. Met dat was dan mijn achtergrond. Heel veel van mijn extra video's kennen jullie misschien zo. Dat hoekje ga ik wel missen. Maar ik zag net dat ik die kleur nog heb. Dus als Jola die kleur leuk vindt, dan kan ik die in haar kamer ook aan één kant doen. Oh ja, zwangerschapsupdate. Ik ga even mijn buik laten zien. Nou, ik vind hem zelf deze week niet extreem gegroeid. Klein maar fijn nog steeds. En daar gaan we van genieten. Want dat betekent dat ik door kan gaan. Inpakken die buik en aan het werk. Weer voor de zoveelste keer verfkleren aan. Elke keer in dezelfde kleren op de vlog, maar ik denk dat jullie wel snappen waarom. De trui afgelopen weekend was toch een beetje onhandig. Dus ik heb nu deze. Dat lijkt me iets handiger werken. Ik ben net trouwens naar de Action geweest weer, want echt serieus, die dingen bij de Action zijn zo fijn. Dit om te lakken is 90 cent. En ik had gisteren dus een kozijn gelakt met deze zijdeglansverf. Nou, hij is gewoon echt super mooi. Ik vind hem zelfs nog mooier dan een hele dure lak die we aan de andere kant hebben gebruikt. Dus, oh sorry, dit is trouwens de grondverf, de primer. En dan daarna gebruik ik deze eroverheen, zijdeglans. En dit vind ik echt mooi voor de kozijnen. Let's go! Ik vind dit eigenlijk wel een hele goede budgetoplossing als je afdekzeil nodig hebt, want deze zakken heb je gewoon een hele berg zakken voor €2,50. En afdekzeil is sowieso ook veel dunner. En daarna kun je ze binnen het buiten draaien. En dan kan je ze weer gebruiken als vuilniszak. Zo, terwijl ik boven bezig ben, is dit beneden alweer gebeurd. Nu net. Ja, ik had een handschoen voor je neergelegd. Kijk, leuk, dan doe jij even niks. Dan doe ik dit eronder. Wel, ik moet ze alle twee doen? Ja. Ja? Echt ineens bedenk je van, ik ga ook gewoon alle deuren en kozijnen even doen. En ja, het was best wel veel werk, aangezien het 4 deuren zijn. Ah, oh, lekker stukje koud pizza. Ik eet gewoon pizza en soep. Als jij zo graag Chinees wil, dan haal je maar voor jou en Jola. Ik heb echt wat verdiend, op dat. Dat moet niet minder erg. Dat is niet. Wat kan nog wel bij soep? Nou, mijn schatje heeft wel echt keihard gewerkt hoor. Vandaag. Niet normaal. Dankjewel, schat. Wij ook.
Je hebt die pizza echt verdiend. Mm-hmm. Nou, Crayola halen en boodschappen doen. Brood in ieder geval hebben we wel nodig. Schoonmaken. En daar hebben we Jola weer. Hoi Jol. Hoi. Jola is even druk. Waarom doet hij het niet? Dat hebben wij ook altijd, hè. Nou, dan moeten we weer iemand roepen. Nee, dat is het niet, probleem niet, schat. Serieus, hè. Bart is degene die altijd die churros wilt, wij niet. En altijd, altijd, altijd zit hij vol. Ik vraag me weer heel sterk af, waarom besloot ik ook weer om met de fiets te gaan? Geen idee, ik heb jullie nog geprobeerd te praten, maar helaas. Mijn god. Het is niet ook niet even gewoon normale regen. Nee, het doet gewoon pijn. Dus, nou, dat hebben we ook weer geprobeerd om een keertje met de fiets te gaan. Dat doen we ook niet meer. Want je hebt zo weinig beweging gedaan. Ja. Ja, maar ik dacht even frisse lucht. Dacht ik, na al dat verven. Maar dit is wel heel fris. Dexie is lekker warm. Dexie maakt jou lekker warm. Ja, maak mij lekker warm. Aanvallen, Bart heeft het toch gehaald. Oh ja, ik was met oma naar de voorstelling geweest. De vierjarige tijd. Heel leuk. Er was een meisje. Die speelde tweeling. Maar dat meisje die ging steeds omwisselen, want ze deed gewoon een andere stem. Maar ze was gewoon precies hetzelfde. En ik kon dat ook zien omdat Angela ze... is 5, toch? Ja, Angela is 5. En ja, het was wel heel leuk. Zo, het was mij een waar genoegen deze dag. Dus ik zeg hierbij gedag. Dank u wel voor het kijken en tot morgen. Niet vergeten te abonneren. En dan zal ik je nog meer dingen leren. Dag.